Welkom terug bij een nieuwe XCOM-dag. We beginnen met een cutscene precies waar we gebleven waren. We gaan zo door met de gameplay. I'm guessing that's our man. Well, our contact anyway. Crocsod. Advent. Puppet. Rockstaller. Fortin. Gezondheid! They were sent here to hunt. To purge the Drogtan. The lost. Our meeting point is still secure. She is free of the imposter gods. I would give anything that all my kind could say the same. Even sit down with your reapers. Now, we must go. Jij ook een hele goede middag. En daar zijn we weer. Met XCOM Dag. Aflevering 4. Met Lennart, Mox en Akeo, Goku, Kuipers. En Mox is natuurlijk een nieuwe skirmisher. Dus een van die nieuwe classes die in War of the Chosen geïmplementeerd is. Ik heb een kop koffie erbij gepakt. En laten we tekeer gaan met het voortzetten van deze serie. Dit is een voortzetting ook van de Lost and Found missie. Dit is dus het gedeelte waarbij we de andere kant van ons Romeo en Julia team bij elkaar brengen. Wat we allereerst even gaan doen is rustig aan vooruit bewegen in de hoop dat we niet meteen allerlei pots triggeren. Dus we maken de half steps en Mox mag al iets verder vooruit. Dit is overigens ook de eerste entree van onze lieve Lennart en Akeo. Dus het is een compleet newbie team eigenlijk. En natuurlijk, Mox heeft als Reaper wel een aantal leuke abilities, maar oh, en hier hebben we onze eerste pot al. Dus die kunnen we meteen uit gaan testen. Het is ook een nieuwe soort vijand, duidelijk de flamethrower vijand. Ze hebben een andere naam, geloof ik, maar... Purifiers? Purifiers, volgens mij. Purifiers were created with a singular purpose, to contain the Drogtan, the Lost. We must eliminate this patrol quickly before others arrive. Oké, ze hebben ons ook al gevonden, de Purifiers. En je merkt al dat Mox echt op een hele aparte manier praat. Mox heeft een aantal toffe abilities. Zoals bijvoorbeeld Justice, waarmee we een vijand naar ons toe kunnen jenken om hem vervolgens een klap te geven. Maar ook de Grapple. En de Grapple geeft hem een gigantisch voordeel, waarmee hij dus bijvoorbeeld... Ja, hier naartoe zou kunnen. Maar dit is een gratis actie overigens. Dus we geven hem enorm veel meer ability om te bewegen. Dus we kunnen meteen met Mox al wat mooie shots gaan maken. Het probleem is, we kunnen nog steeds niet echt heel veel explosies gebruiken, want dat triggert alleen nog maar meer los. Maar de kans bestaat dat deze purifiers ontploffen. Dus je begrijpt de pikkel waar ik in zit. Overigens, Mox kan nog verder bewegen. Hij kan zelfs wat flanking shots krijgen. Oh nee, dat is alleen als hij verder gaat. We gaan eerst even kijken wat ons aller Akeo kan doen. Lage schoten, dat is jammer. Kijk, newbies gebruiken is prima als we tegen Lost zitten. Maar newbies tegen enemies die daadwerkelijk kunnen nadenken, dat is minder fraai. Maar we kunnen voor de shots gaan. We kunnen het gewoon proberen. Ik denk dat het slim is. 50-50, Akeo, don't let me down. Akeo, let me down. Oké, ja. Oké, dat is meteen een goede entree voor Akeo. Al kun je dat natuurlijk ook op mij afschrijven, dat ik gewoon niet zo heel goed ben. Dan wordt het lastiger, want dan zitten we een beetje in een heel... We gaan klappen vangen, denk ik, hier. Nou, we kunnen meteen proberen te justicen, trouwens. Maar dan brengen we deze guy wel naar ons toe, waar hij ons vervolgens helemaal af kan branden. Dus... Mox gaat ook voor het schot. Iets hogere percentages. En Mox doet er daadwerkelijk iets mee. Als Lenny deze guy op kan ruimen, zitten we goed. Want die andere guy komt niet zo dichtbij, denk ik. Oef, dat zijn rough odds. Dan moet Lenny op Overwatch, denk ik. Ik zet hem op Overwatch. Oh, Mox heeft nog een beurt. Oh ja, tuurlijk. Want we hadden nog niet met hem bewogen. En dit wapen stelt hem in staat om 2 keer te mogen schieten. Dus bij deze. Nog een keer raak dan. Oh, kak. Oh nee, dan had ik hem echt op Overwatch moeten zetten. Oké, Lenny triggert meteen de Overwatch. Schiet een truck kapot, want fuck pick-up trucks. Oké, en hier gaan we klappen vangen. Oké, yo. Brand niet af. Oh, huh? Oké, wat? Oké, Akeo is blijkbaar niet geraakt.
Maar staat dus wel echt gewoon in de vlammenzee. Sure. Wederom niet geraakt. Oh god, ze fikken alles af. Dit is niet goed, want als deze truck ontploft, hebben we nog een lost pod om mee te handelen. Oh wauw, dit gaat al echt fantastisch. Dit ding gaat mogelijk ontploffen. Maar ik denk voorlopig nog niet. Dus ik voel me er goed bij om Lennart hier neer te zetten. Iets betere cover. En hij zou hier al schoten kunnen gaan maken. Wat hij gaat doen. Kijk! Lenny! Dat is lekker. Nou zitten we hier met het probleem dat Akeo, als hij deze kant op gaat, rent hij door het vuur heen. Dus de beste optie is waarschijnlijk om... Hij kan hier niet schieten? Meen je niet. Ik wil hem niet door de vlammenzee heen sturen. Hoe zit dit? Kan ik hem achterlangs sturen? Oh my god. Akeo. Er is één stukje waar hij niet in de fik gaat staan. Ik denk dat hij gewoon even deze kant op moet. En toch hopen dat hij een schot heeft op die guy. Dat moet toch haast wel. Nee. Er is no targets available. Oh, dat is fantastisch. Dan gaan we naar Mox. Dan moet Mox het maar oplossen. Je zou toch vernemen dat we hier zicht hebben? Toch, dat moet toch wel? Oh ja, oké, kijk, daar is hij weer. Die guy verdween gewoon. Alsof Akeo hem niet kan zien ofzo. Oké, dit moet een goede odd zijn. 55% maar? Ja, we moeten wel. Hoppatee. Oké, ze ontploffen niet. Dat is fraai. Nou hoop ik dat die truck ook niet ontploft. Dat zou enorm helpen. In dat geval mag Akeo een stukje verder vooruit. Scout het maar af. Dan zien we wel wat er gebeurt. Oh, ik heb Lenny nog. Oké. Ik geloof dat hier wat los zit als ik me deze missie goed herinner. Is niet het geval. Dan gaat Lenny op een reload. En daar laten we het bij. Oh, dit is gewoon alweer de volgende beurt. Aha. Laten we dan allereerst Mox even een stukje verder vooruit zetten. Die duidelijk ook moet herladen, zie ik nou. Dus Mox mag dat erbij doen. Dan hebben we Akeo nog. Weet je wat, om het dan toch maar compleet te maken, 3 maal scheepsrecht bij deze. Meer reloads. En een Overwatch. Lenny mag weer. Kunnen we Lenny... Ik zeg... Als ze lost komen is het fijn om een beetje wat hoger op te zitten. Dus ik zet Lenny hier neer. En ja, dat triggert de cutscene. Prima moment voor mij om meer koffie in te schenken. Hier, Mox heeft gewoon scheid. Weet je wat ik zei over geen explosies triggeren? Want dat is dom in deze regio. Mox heeft scheid. Maar goed, nou zijn wel een heleboel van die vlammenwerper boys wel kapot. Oké. Gotta give it to him. En daar zijn ze. Dit wordt het dan veel. Maar het moet te doen zijn, want als het alleen maar lost zijn... We hebben Mox, we hebben 2 rookies. Dat gaat prima goed komen. Wat ik vooral hieruit wil halen is dat Lenny en Akeo rangen omhoog gaan. Hier, dit komt goed. Als ze gewoon een heleboel kills aan elkaar chainen, dan krijgen we het gewoon zover dat deze jongens ook gewoon lekker een paar levels omhoog gaan. Of in ieder geval een rang krijgen, een klasse. Lenny blijft hier staan, hij heeft... Eigenlijk nog geen acties verspeeld, geloof ik. Omdat hij al aan het... Omdat hij aan het schieten was natuurlijk. En op Lost verdien je daar gewoon je dingen mee terug. Oké, wow. Dat zijn er een boel. Lenny stond goed geplaatst. Let's go. Het herladen gaat natuurlijk wel een actie kosten. En we hebben al de helft van de actie gedaan. Dus bij deze is Lenny's beurt voorbij. Ik hoop niet dat hij daar te dichtbij staat om compleet geswiped te worden. Maar daar kan Akeo eventueel nog wat aan doen. Zal Akeo hier even lekker in het zicht zetten? Helemaal in het midden. In elk ander XCOM level was dit rete dom geweest. Maar in een lost level, sure. Ik heb het idee dat de lage percentages lost schoten gewoon altijd werken. En met 68 bedoel ik, er is nog steeds een flinke kans dat het niet lukt. Maar
Het zijn Lost, het maakt niet uit. Het is alsof de game heel vergevingsgezind werkt. Mox staat hier en dat mag. Maar wat nou als ik Mox... Kan ik Mox gewoon? Ja. Ik zet hem ook even hierop. We moeten 4 rondes lang onze positie houden. Dat is gewoon fijn om daar bovenop te zitten. Oh, wacht. Oh, dan gaat hij hier verder met, de killing spree. Wat klinkt zijn gun vet? Hij heeft een bullpup, heet het? Het klinkt zo ruig. En dat was het. Dus dan mag hij van mij op Overwatch. De Lost hebben een beurt, maar we hebben ze al opgeruimd. Dus de Lost hebben geen beurt. Tuurlijk. Weet je wat? Akeo blijft even op de grond. Akeo mag lekker hier blijven. Heeft volle ammo, dus gaat op Overwatch. Lenny hier. Zo blokkeer ik ook de trappen. Ik hoop dat dat werkt. Dat de Lost ook gewoon niet omhoog kunnen komen om ons te slaan. Lenny heeft ook volle ammo, dus let's go. Mox mag dan van mijn part herladen en op Overwatch. Er zijn geen Lost. Maar die zullen er nou ongetwijfeld komen. Oké, nog steeds geen Lost dan. Overwatch. Oh, daar zijn ze. Oké. Ik dacht al. Hou 4 rondes je positie tegen niks. Akeo is als rookie nou ook nog een beetje 50-50 qua schoten. Lenny bakt er ook niet veel van. Oké, Mox is de guy die het oplost. Hij ziet er badass uit, hij schiet badass. Sure. Ik weet trouwens niet of ik dat goed heb, maar volgens mij wordt Mox gedaan... Zijn stem wordt ingesproken door iemand uit Star Trek. Kan aan mij liggen. Correct me if I'm wrong. Oké, dan gaan we verder met nikszeggende headshots halen. Die ik aan... Weet je wat? Kijk even of... Dat ik de headshots een beetje ga verdelen. Klein stukje terug. Ik wilde de XP zoveel mogelijk spreiden natuurlijk. Dus daarom is het slim om Lenny een aantal kills te geven, maar tegelijkertijd Akeo ook een paar. En Hellada, I guess. Het voelt zo fout om Akeo daar gewoon in het midden te laten staan. Gewoon volledig exposed. Exposed? 100 likes is gaan. Oké. Dan hebben we weer zo'n ronde waarbij niks aan de hand is. Dus herladen en Overwatch, I guess. Oké, en Howl's Echo nearby a lost swarm is very close. Basically wil die melding zeggen dat we volgende ronde een nieuwe pot krijgen die meteen op ons getriggerd is. Maar goed, we moeten dus hier zien te komen in de tussentijd. Ik vind het leuk dat de voice acting doet alsof dit super moeilijk is, terwijl we zijn er basically doorheen aan het walsen. Dus we gaan die kant op, richting de extraction point. Of sorry, alternate route heet het. Maar nog steeds geen vijanden. Oké. Easy peasy. Wat ik vorige aflevering zei over het gaat binnenkort heel moeilijk worden, dat valt echt vies tegen. Voorlopig in ieder geval nog niet. Dit deel van de missie is nog goed te doen. Ik geloof dat er nog een derde acte op deze missie zit. Die kan een stukje lastiger zijn. Oh, kijk, daar zijn ze weer. Hey jongens, jullie zijn laat. Oh, wow, het zijn er wel veel. Wow, oké. En dan schiet hij ook nog eens mis. Dat gaat helemaal goed komen. Oké, maak het goed. Ook mis. Oké, Lenny raakt iets. Dat is fijn. De Lost mogen deze ronde nog niet... aanvallen. En dat stelt ons in staat om ze nou gewoon makkelijk op te ruimen. Serieus, Lenny, fuck de truck, fuck dat hek. Fuck de truck, fuck dat hek. En chain hem maar. Nou, ik geloof dat deze auto al ontploft is, maar hij lijkt continu ontploffende. Ik hoop niet dat er nog een soort van knal komt die dan vervolgens weer de Lost triggert. Weet je wat, ruim deze ook nog op, Lenny. Hoppatee. En herladen. En dan mag je in de tussentijd mag je richting de extraction point lopen. On my way! Ik weet niet waarom ik hem dat accent heb gegeven. Akeo, ja, weet je wat? Ga gewoon schieten, zou ik zeggen. Als Akeo en Lenny het niet doen, dan doet Mox het wel.
En dan hebben we er nog eentje daar. Het is iets te makkelijk. En herladen. En ik denk richting de extraction point lopen. Dit is bizar makkelijk. Mind you, ik heb de game niet op zijn allermakkelijkst staan. Maar de lost zijn gewoon... Als je positie goed is, dan komt het helemaal goed. Dat was die hele pot volgens mij. Dat waren al... Dat ik zeg van, oh nee, help, het zijn er wel veel. Dus, het valt echt vies tegen. Nee, dat waren ze echt allemaal. Dus herladen, denk ik, Mox. We gaan gewoon rustig aan proberen nog wat kills te halen... terwijl we richting de alternate route lopen. Oh, oké, ja, dit ding ontplofte dus wel. Dus dat wil zeggen dat we nu een dubbele pot aan lost krijgen. Tot dusver, not phased. Ik denk dat dit goed komt. Als de game ons door laat gaan. Oh, dit is onze beurt alweer. Maar dit scherm zit nog vast op Mox. Oké. Okay. Volgens mij zitten we vast tussen beurten. Wat gebeurt er als ik hem gewoon laat lopen? Oké, okay, dit is een beetje buggy. Maar oké, laten we die dan even daar... Wat als we iets met Mox doen? Misschien haalt dat ons uit de bug. Blijkbaar niet. Oké. Het is en blijft XCOM. Volgens mij hadden dus nu Lost moeten verschijnen, maar door een fout in het spel komen ze niet? Of misschien pas volgende beurt. Maar goed, dan zijn we er al bijna. Dus ja, sure, dan lopen we maar gewoon meteen door. Ik bedoel, we schieten geen kogels, dus we hoeven ook niet te herladen. Er is niks waar we op kunnen overwatchen. Ah, weet je wat, overwatch maar lekker. Ah, kijk, daar zijn ze. Hopelijk haalt dat ons uit de bug. En oké, er zat dus wel nut aan één Overwatch. En zo waar. Onze Goku heeft een keer raakgeschoten. Geen kill, maar wel een van de highest health enemies beschoten. Dat is iets. Dan gaan we chainen. Ik zou zeggen, ruim hem maar op, Mox. Het was een 100% kans, maar het leek echt alsof hij volledig mis ging schieten. Ik dik die gun. Oké, 3 kills voor Mox is goed. Hij heeft zijn ammo verspeeld. Dan gaan we door naar Akeo. Minder hoge odds, maar hij haalt ze wel. Oh nee! Dat was geen kill, dus we krijgen geen chain van de actie. Ja, in dat geval dan ruimt Lenny ze wel op. Oh mijn god! Alles gaat fout. We zijn de lul. Gezien Mox geen ammo meer heeft, kunnen we even kijken of we kunnen justicen. Deze guy is dichtbij. Die gaat ons mogelijk kunnen slaan. Dus laten we hem even justicen dan. Wat wel echt een super vette actie is. Hoppatee. In dat geval... Herladen? Of, nee, sterker nog... Vluchten en herladen. Het is toch een gratis actie, dus laten we hem gewoon gebruiken. Geen idee hoe die daar door de truck heen shiften, maar sure. Ik ben benieuwd of ze dichtbij genoeg zijn om klappen te geven. Anders gaat Akeo echt de volle laag krijgen. Geen klappen! Oh, maar dat maakt dit leuk. In dat geval kan Akeo als een malle gaan killen. Hopelijk dit keer wel raak schieten. Met een gun die af en toe geen geluid maakt. Oh, dat was zijn ammo. Oké, dan herladen we. En gaan we stappen zetten. Richting het einde van dit deel van de missie. Mox in de tussentijd. Sure, je hebt 100% kans om te raken. Doe het dan maar. Geven we Lenny nog een kill. 74%, Lenny nog een kill. Hoppatee. En Lenny kan meteen op de extraction point gaan staan. Dat vind ik prima. En Overwatch, I guess. Voor het geval dat. Mox kan op het punt gaan staan. Herladen? Ik weet niet of de ammo automatisch herladen wordt in dat andere deel van de missie. Oh, dit. Oké, in dat geval. Dit. Oh nee, wacht. Nou had ik ze juist kunnen herladen. God damn. Oké, nou ja, goed. We gaan zien in het volgende deel van de missie of dat daadwerkelijk nut had. En nee, we gaan deze keer niet eindigen op een cliffhanger. Laten we nou ook gewoon maar meteen proberen dat stuk erachteraan te rijgen. Ik vond vorige aflevering leuk.
enigszins simpel, maar ook wel een beetje lang. Of sorry, andersom. Ik vond hem een beetje te kort misschien. Ik weet dat mensen over de eerste aflevering zeiden van... Oh, het is een beetje te lang. Maar we hebben toen wat korter gedaan. Laten we nu weer staccato naar dat lange gaan. En een cutscene. So, Advent's most brutal captain comes to atone for his crimes. I am no longer that being. I am free now. Taking off that helmet does not change what you are. Reapers have long memories, Elder Kruxard. Anytime. Spawning. The way I see it, we have two options. Join forces and kick the Elders off our world, or kill each other here and now. The choice is yours. Iets zegt me dat ze elkaar niet gaan vermoorden. Wat? Plot twist? No one has ever done that before. No one shall ever do that again. What the hell is... Do a backflip for style. Vox Prima, Elder Assassin, relentless death that stalks my kind, butcher of free Advent. My people face another like her. They are the undying. Ik waardeer hoe serieus ze dit allemaal nemen. In ieder geval de voice actors en de animaties. Het is allemaal net iets te episch. Mooi. If we are to have any chance of success, you are welcome to try. Tan tan tan. Zoals ik al zei, het derde deel van de missie. The final act. We hebben nu 6 man, als ik het goed heb. En ergens zit onze eerste Chosen. Mocht het niet duidelijk zijn, dat was dus een Chosen. De eerste. Er zijn er 3. Ze werken een beetje als het Nemesis systeem, zoals we dat kennen van Shadow of Mordor en Shadow of War. Ze hebben hun eigen agenda die ze navolgen. Ze hebben eigen statistieken die kunnen verbeteren als jij het niet goed genoeg tegen ze doet. Maar ze zit nog niet op het speelveld nu, geloof ik. En we krijgen straks te zien wat haar sterke en zwakke punten zijn. Maar tot die tijd is het denk ik wel slim om alvast even klaar te gaan staan. Oh ja, nee, oké. Ik zie nu dat Dragonova heeft de shadow optie op 3 niet meer. Die hebben we natuurlijk verspeeld in vorige aflevering. Dus dat is niet echt fijn, want we hadden die shadow functie heel erg goed kunnen gebruiken. Ik geloof dat deze Lost geen Overwatch triggert. Dus het is compleet nutteloos om hier met Overwatch te gaan werken. Dus we kunnen beter de gele moves maken en meer mobility hebben dan daadwerkelijk... Oh kijk, bijvoorbeeld, we kunnen nou in plaats van Overwatch kunnen het beste dus toch Lenny laten herladen. Want nee, de MO gaat dus niet mee. Het is bij deze gebleken. Akeo had wel volle cartridges, die hij niet zelf geladen had. Dus die mag meteen ervoor oplopen. Dan hebben we Mox, die al een soort van klaar staat. Hij mag herladen, voor de zekerheid. En misschien dan al een stukje naar beneden? Ik vind dit wel een veilige brug om op te staan. Want voor zover ik het weet, is die Lost die we nou aan het jagen zijn... Is dat een beetje een soort van sniper-assassin-achtige chick of guy? Ik wil geen genderneutraliteit. Of ik denk dat het genderneutraal is. Ik heb geen idee. In ieder geval, het is een sniper-chick ding. Assassin. Ah, kijk. Het zit daar ergens. Oh, nee, het zit hier. Het spawnt als een baas. Oké, Darmai Komain Void Demon. Ze is immuun voor explosies. Dat is niet fraai. Nou hebben we ook helemaal niks aan die Claymore. En geen Overwatch. Of in ieder geval, zij heeft wel Overwatch, maar ze triggert het van ons niet. Dus we moeten gewoon schoten maken in onze beurt. That's it. Ze is slecht tegen close range attacks en ze kan slecht tegen Reapers. Nou, is dat even fijn dat we die eentje mee hebben. And I will end this quick. Het probleem is dus wel, we weten nooit helemaal precies waar ze is. Ze kan schuilen, that's it. En er zijn Lost, er zijn geen Lost. Nu is het een beetje wachten op haar beurt. Kijken wanneer ze er zelf laat zien. Dus in de tussentijd gaan we proberen wat verder vooruit te komen om haar te triggeren. En misschien al een soort van flanking shot op haar positie te kunnen krijgen. Ik noem het een haar, omdat volgens mij is de voice actress vrouwelijk, maar het is een fucking alien. Hoe moet ik dat ding aanspreken?
Zijn er genders in de Advent community? Oh, kijk. Oh, yes, we hebben er gewoon al gevonden. Nice. Met Koen notabene. Koen, je bent een held. Je staat daar wel super onveilig, maar we kunnen nu al aanvallen op haar gaan maken in onze eerste beurt. Terwijl we normaal moeten wachten tot zij in één keer gewoon een van je gasten gewoon sliced van achter. In dat geval. Dragonova. 63% hitchance. Vind ik te weinig. Ik wil eigenlijk kijken of we een flanking shot op haar kunnen krijgen. Of het. Het lijkt onmogelijk tenzij we echt te dichtbij gaan staan. Dus... ja. Dragonova blijft hier bovenop. En ze gaat gewoon voor de beste schoten. Zevende. Dat is minder dan we net hadden. Goddamn. Oké, whatever. We gaan ervoor. Kijk. 4 damage. Dat is al een goed begin. Overigens, als we deze verslaan, is deze natuurlijk niet meteen dood. Dan rechargen ze ergens anders en komen ze later in de metagame weer terug. Maar, altijd fijn als we ze verslaan, want dat maakt ze zwakker. Oh, wow. Wacht, ze kan ook niet goed tegen close range attacks. Dus dat zou eigenlijk moeten zeggen dat Mox sowieso... Mox heeft natuurlijk zijn ripjack heet het volgens mij. Daarmee kan hij gewoon slaan. Dus het lijkt me slim als Mox wat dichterbij gaat zonder zichzelf helemaal te vernaggelen. Hij heeft nu ook een veel te laag percentage schot. Dus in dat geval... Oh, wacht. Ja, we kunnen hem laten grappelen hier naartoe. Als ik een halve beurt zet. Ik denk dat dat de way to go is. We zetten een halve beurt. We laten hem grappelen op de beste plek daar bovenop. En laten hem dan schieten voor een flanking shot. Nee, niet daar. Oh, kunnen alleen hier? Ah, whatever. Dit moet ook een goed schot zijn. Hoop ik. Wat? Goddomme. Hij zou hier een flanking shot hebben. Hij zou hier een flanking shot hebben. Maar hieraan net niet. Bullshit. Oké, in dat geval laten we dat even voor wat het is. We moeten echt even gaan kijken hoe we die meid gaan pakken. Of het gaan pakken. Hier bovenop zijn de schoten erg meh. Even kijken. Marcel is onze medic, dus die moet sowieso een beetje fatsoenlijk in leven blijven. Ik wil mensen niet te dichtbij brengen, want dan lopen we natuurlijk weer de kans dat... Ik bedoel, zij heeft een dikke katana. Zij heeft de dikste katana in de game. Dat ding wil je niet door jezelf heen hebben. Oké, yo, ga voor de low percentage shot. Miss anders, dat mag ook. Oké, wie heb ik nog? We hebben Lennart hier nog. We hebben ons aller Marcel hier nog. Ik vind Mox staat hier heel gevaarlijk. Dus wat ik waarschijnlijk ga doen is... Lenny heeft hier geen schoten. Kijk waar hij dat wel heeft. Lennart heeft gewoon geen schoten in het algemeen. In dat geval... mag hij een flinke stap vooruit zetten. Lenny kan niet schieten. Marcel gaat Aid Protocol gebruiken. Om... hopelijk, waar is hij? Mox... van wat extra verdediging te voorzien. Ik heb gewoon het idee dat ze hier gewoon wild gaat op Mox. Met dit kan ik misschien ervoor zorgen dat het schot mist... of dat hij minder damage doet of whatever. En dan mag je nog schieten voor 52%. Te weinig, maar sure. Wat ik zei, te weinig. En dan hebben we Mox. Mox mag dan, denk ik, alvast klaar gaan staan. Dan hoop ik dat ze daar blijft of... een andere kant op vlucht. Ja. Nee! Oh, ik dacht ze gaat nu voor Koen. Maar dit is prima. Dazed voor 4 beurten. Fuck. Oké. En ze nakte hem eruit. Oké, zit nu daar. Oh, dan staat ze waarschijnlijk wel buiten bereik voor onze Reaper. Oké, dus dat ding van jou deed niks. Marcel, sure. Koen kan Mox redden. Koen gaat hier staan om Mox even overeind te helpen. Hij blijft weinig health hebben, maar dan is hij in ieder geval niet zo kapot. Koen redt onze alien vriend. Oké. En dan mag je denk ik iets veiliger gaan staan. Ik denk hier.
Want dan hebben we zicht op haar. Ja, we zien haar nu al. Als we zicht op haar hebben, dan kunnen we onze schoten gaan maken. Ja, oké. Dragunova gaat het vanaf hier niet redden. Dragunova gaat vanaf nergens een schot hebben. Oh, dat heeft dat ding slim gedaan. Ja, dit is heel naar. In dat geval mag Dragunova iets meer naar het midden, denk ik. Oh my god, dat is zo naar. Op deze manier kunnen we gewoon geen licks in krijgen. Lenny, oké, dit vind ik raar. Dragunova kan vanaf hier niet schieten. Lenny, oh nee, Lenny ook niet. Oké, laat maar. In dat geval gaat Lenny een tikkeltje vooruit. Ik hoop op goede odds hier. En ja, ik weet dat we nog granaten hebben, maar dat is gewoon niet slim. Holy shit, 26%? Dat is heel weinig. Maar we kunnen ook niet overwatchen. We kunnen geen granaat gaan gooien, want dan triggeren we lost. Ik ga voor de 26%. Lenny, don't let me down, man. Oké. Ja, nee, het zat eraan te komen. I ain't even mad. Oké, dan kan... Even kijken. Als we nou... Akeo ook een beetje naar beneden brengen. Get on the level. 25%. Oh mijn god, dit gaat helemaal niet goed komen. Oh mijn god. Dat is niet fraai. In dat geval... Hoezo heeft Mox maar een halve beurt? Is dat omdat hij dazed is? Oh mijn god. Hij kan hier wel flanking shots hebben, maar... Oh, dit is vreselijk. Laten we eerst even kijken of we Mox misschien kunnen healen. Met Marcel. Ja. Dit is het fijne aan die gremlins. Marcel hoeft niet helemaal die kant op om hem te healen. Oké. Dus wat dat betreft, haar beurt is bij deze best wel geruïneerd. Of in ieder geval, we hebben alles een beetje ingedekt. Maar dat brengt ons nog wel op het punt aan dat wij deze hele beurt niks hebben kunnen doen. Dat is echt vreselijk. Laten we dan voor de zekerheid even kijken of we toch Mox iets tactischer neer kunnen zetten. Wat hier binnen is niks dat we naar beneden kunnen. Oké. Ja, god. Dan. Hij gaat iets dichterbij. Hopelijk niet within range. Om nog een katana-slag te krijgen van die meid. En Marcel. Ja, gaat ook een tikkeltje dichterbij. In de hoop dat we daar iets aan hebben. Volgende ronde. Maar goed, zij is aan de beurt. Oké, wat doet ze nou? Harbor Wave. Oh god. Oh nee, is dat een aanval die meerdere enemies kan damagen? Alweer? Wat? Laat die jongen met rust! Oké, maar ze staat nu out in die open. Dat is goed. Want wat we nu kunnen doen is... Oké, nu gaan we hard. Koen gaat wederom Mox overeind helpen. Want scheid. Het deed tenminste geen damage. Dat is wel fijn. Oké, Mox is gedisoriënteerd, dat is niet goed. Maar daar kunnen we mee leven, want ze staat zo dichtbij. Koen, 81%. Rip her to shreds. Kijk. En dit telt als een close range attack. Wat er dus duidelijk meer damage doet. En ze willen een heel gesprek houden. Nee, vanishing wind. Kom op, laat me je dan ook gewoon killen. Oké, dat was de missie dan. Toch? Of moeten we nou nog Lost gaan? Het lijkt erop alsof Lost binnen gaan komen. Oké, dan schieten we nog wat Lost neer en dan is daarna deze missie klaar. Ik ben niet tevreden over hoe het is gegaan met Void Demon, de assassin meid. Oh, we moeten ook nog echt ergens naartoe. Oké, sure. Het is een langere aflevering, jongens. Alsof je dat op dit moment in de video nog niet door had. We gaan rustig aan die kant op strijden en weer Lost poppen. Wat relatief saai is geweest tot dusver. Misschien wordt het nu iets intenser, maar we zijn allemaal full health. We hebben ammo. Ik denk dat het goed zit. Dus dan gaan we lopen. Iedereen moet die kant op. Het is een aardig stukje wat we nog moeten reizen. Maar ik denk dat het goed komt. We kunnen nu weer Overwatch gebruiken. Dat is fijn om te weten. Dus laten we dat vooral doen. Rustig aan, een beetje vooruit bewegen. Veel Overwatches inzetten. Hopen dat we niet al te veel Lost triggeren. Nou, we gaan sowieso Lost triggeren, maar niet extra.
Dus halve stapjes. En go. Mox, serieus. Mox kan ook echt fucking reet. Deze jongen heeft het zo moeilijk. Ik leef met hem mee. Hij kreeg de volle laag. Het was ook niet slim dat ik hem daar zo voor inzette. Maar kom op. Twee keer dazed in één missie. Gedisoriënteerd. Come on. Oké, ze komen eraan. Daar zijn ze. Een overwatchje. Dragunova ziet wel raak. Ja, oké. Oké, Lenny. Make it happen. Oh my god. Marcel komt er even bij om hem uit te lachen. Oké. Wat dat betreft, Mox is nog steeds gedisoriënteerd. Wauw, love it. 100% kans om te raken, maar dan misschien alsnog niet genoeg damage. Het zijn 50-50 kansen. Laten we nou gaan kijken of we hem op kunnen ruimen. Oh my god, dat kan niet eens. Oké, dus we krijgen ook die reload er niet bij. Dan gaan we gewoon vooruit lopen. En dan mag Lenny het opruimen. Zo. Dragunova gered. Oh, we hadden Lenny überhaupt al dat eerste schot moeten geven met zijn 5 damage. En jee, Lenny is een rang omhoog. Love it. Dan mag je nog even zijn ammo leeg schieten. Herladen. En door naar de volgende XCOM soldaat. Onze positie hier is niet heel fraai om ze neer te schieten. Maar we komen stapje bij beetje komen we verder vooruit. Dat is iets. Oh, hier hoppatee. Akeo ook op zijn promotie. Fijn. Hij mag op Overwatch. En Mox mag... gewoon gaan bewegen. Hij is gedisoriënteerd. Als hij op Overwatch zou gaan, zou hij waarschijnlijk toch niks raak kunnen schieten. Marcel heeft hier al een schot. Maar we gaan hem... even kijken of we hem iets dichterbij kunnen brengen. Daar is goed. 76%. Het zijn los. Dus alle schoten zijn altijd raak. Wat? Wat? Ik moet dit soort dingen niet meer gaan jinxen. Oké, Koen gaat door het gebouw heen, want dan heeft hij betere visual. 66%. Koen, don't let me down. Jij kan dit wel. Hoppatee. Zo doen we dat. En dan heeft hij nog een schot. 65%. Ruim het maar op, Koen. Oh, Koen is ook, gepromoveerd nu. Hij is nu squaddy. Mooi. Wat dat betreft is dit een goede missie. Wow, oké, dat zijn er veel. Deze missie is tenminste wel... ook al spelen we niet enorm goed... heb ik wel het idee dat onze soldaten er wel een heel stuk krachtiger van worden. Bijvoorbeeld Akeo. Akeo is langzaam maar zeker op weg aan het gaan naar een of andere lijpe. Ik hoop echt dat Akeo een ranger wordt. Ik zie hem wel met een zwaard zwaaien. Oké, Pradle Mox eindelijk niet meer gedisoriënteerd. En hij gaat meteen een heel gesprek voeren, sure. Dit zijn heel veel lost in een klein gangetje. Dat kan nooit goed zijn. Maar als we ze gewoon langzaam zeker opruimen... oh my god. Wat is dit? Marcel. Ga jij anders eens een keer wat kills aan? Oh, Marcel heeft niet eens visuals hier. Hij staat echt om een vijand. Of om de hoek staat een vijand, maar hij kan hem niet zien. Koen neemt de andere entree. En... losgehen. Dat was wel het laatste van zijn ammo. Dus we moeten herladen. Dan hebben we nog een actie. Oh nee, nee, we hebben dan niet nog een actie. Dragunova moet herladen. En mag dichterbij gaan komen staan. Maar oh my god, ik speel slecht. Ik wil gewoon door deze missie heen pompen. Maar het wil gewoon niet. Lenny. Ga maar in die deuropening staan. Jij... Lenny kan niks zien? Is de deur open? Nee, de deur is open, ja. Oh my god, wat is dit met deze visual cones die gewoon niet willen werken? Oké, we moeten herladen. Dit zijn niet de beste plays. Maar we komen een beetje dichterbij, dat is iets. En ik denk niet dat... oh, nog meer lost? Sure, prima. Kijk, nu triggeren ze tenminste wel Overwatch. Dit kan niet missen. Kijk, zo doen we dat.
camera heeft zoiets van... Sure, mik maar op de grond. Oh nee, nee, die gaan niet slaan, die gaan niet slaan. Plus, Marcel ruimt hem op. Leonard Buck, Leonard Buck! Marcel, wou je Leonard vermoorden? Of, Hij stond zo dichtbij en je leek gewoon te richten op Lenny. Oké. In dat geval is het tijd voor Koen om de zooi op te ruimen. 78% vind ik genoeg. Oh mijn god. Wat is deze? Ik... Oké. Dragonova gaat echt in het midden van de vijanden staan. Dan heeft ze de beste... 99%. Kijk, dit zijn de odds die we moeten hebben. Zo, dat helpt. Waarschijnlijk zitten er hier nog een boel. En daar is de extraction point al. Laten we nou niet gaan rushen en even de tijd nemen om dit niet legendarisch te verknallen. Lennart, hij staat recht voor je. Schiet hem maar gewoon neer. Thanks. Niet alle schoten gaan mis, maar holy shit. Wel een boel. Ik had eigenlijk verwacht dat Lennart er wel meer zou zien hier. Gewoon echt precies met zijn visual cone richting de objective. Maar oké. Misschien zijn het al wel de laatste lost. We gaan het ontdekken. We nemen gewoon voorzichtige stapjes, veel overwatches. Ik bedoel, niemand heeft nu echt een verwonding. Ja, Mox, maar die hebben we uiteindelijk nog weten te helen. Dus dat is prima. Ik wil het zo houden. Ook Overwatch. En Marcel, kom lekker naar binnen, zou ik zeggen. En Overwatch. Ja, daar komen ze al. Door de muur heen, zo te zien. Oké, maar hier waren we op voorbereid. Soort van. Oh mijn god. Oh, dit zijn er wel echt heel veel. Wat? Kan iemand? Wat? Dit is... Kan iemand schieten? Ik bedoel, het is niet erg, want we schieten ze wel neer in onze eigen beurt. Maar, holy shit. Oh, anders triggeren we er nog één. Die buitenom komt. Oh mijn god. Oké. Wat een eerste klas. Oh mijn god. En nu moet natuurlijk ook weer iedereen herladen. Oh, dit is fantastisch. Love it. Oké. Marcel, ruim ze alsjeblieft op. Of iedereen die al die gemiste schoten even gewoon dunnetjes over kan doen. En nu gewoon wel moeite kan doen. Oh mijn god. De lost zijn niet moeilijk, maar... Damn, deze RNG. Holy. Oké. Kom maar dichterbij, Koen. Je hebt geen schot. Prima, Overwatch dan maar. Waarschijnlijk kunnen we ze toch niet allemaal opruimen, omdat iedereen als pure poep schiet. Het dak erover kan alleen niet schieten. Het dak erover kan tenminste een beetje uitschieten. Dat controleren. En dan moet ze ook nog eens een keer herladen. Dit gaat fantastisch. Ik neig ernaar om Dragonova gewoon dichterbij te kunnen zetten. Maar... Mocht het ook herladen. Oh, ik botch deze hele missie. Ik ga overwatchen. Ik wil ze niet vooruitzetten als ze niet zichzelf kunnen verdedigen vanaf daar. Lenny, jij hebt nog zetten. Maar jij moet ook herladen. Oh my god. Het eerste deel van deze aflevering ging fantastisch. Dit deel is... Oeh, zo hé. Overwatch. Ik kan hier niks mee. Oké, dit is prima. Akeo kan bewegen, kan visual krijgen, kan geen visual krijgen. Er zitten er hier een heleboel, maar we kunnen er niks mee. Dus ook Overwatch. Oh mijn god, we komen geen stap vooruit. Oké, daar gaan de Overwatches. Please, schiet eens een keer. Oh nee, dit wordt weer zo'n ronde. Oh mijn god. En ze zetten iets in de fik op de achtergrond, dat gaat weer ontploffen. Oh, Jezus Christus. Er is één schot van de vijf raak. We gaan er allemaal aan. Doe iets, Lenny. Oh, godzijdank. Je breekt wel je ruggengraat daar, maar bedankt voor dat schot. Oké, ze mogen niet slaan. Dat is fijn. Nu kunnen we ze wel zien, want ze staan recht voor onze fucking toeter. Oké, opruimen, het is. Oh, mijn god. Nee, wat is dit? Dit... Oh my god. Oké. Dragonova weten we tenminste dat raak kan schieten.
Oh, god, ik dacht dat die ook al misging. Wat? Oh. Deze gasten. Ja, inderdaad, buk maar. Dit is iemand die raak schiet, jongens. Let er een keer op. Leer ervan. Oh. Dragunov heeft maar 3 kogels. Dus dat wordt weer een herladen. En oh, dan mag ze natuurlijk nog door. Oké, Dragunov, ruim ze alsjeblieft op. Want al deze gasten bakken er niks van. Go, leren. Ik was zo trots op mijn team tot dit moment. Ik ben blij dat er nog niemand dood is, maar holy shit. Ze verdienen het niet om in leven te zijn. Ruim ze op, Marcel. Thanks. En weet je wat, pak die er dan ook nog maar bij. Probeer even niet je teammates hier neer te schieten. En herladen. Volgens mij, er zit er dus nog eentje aan de andere kant van deze muur. Daar kan ik mee leven. Dus wat dat betreft gaan we gewoon kijken of we wat mensen wat dichterbij kunnen zetten. En hopen dat ze niet een gruwelijke dood sterven. Lenny. Lenny heeft kogels. En kan een beetje schieten, hoop ik. Als dit de laatste lost is, zou fantastisch zijn. Als hij hem opruimt, dan kunnen we nu allemaal wel extraction point en dit zo snel mogelijk vergeten. Lenny, ren alvast maar naar buiten. Ook al komen er nu nog meer lost, waarschijnlijk ontploft die truck van net op de achtergrond. Hoogstwaarschijnlijk komen er meer los. Dus laten we nou gewoon zo snel mogelijk get the fuck out of here vibe aannemen. En gewoon... Oh my god, ik wil dit achter me laten. Mox. Rennen, jongen. Ga daar naartoe. En dat was onze laatste beurt voor deze ronde. Oké, alien activity. Er zijn geen aliens. En daar komen de... Ja. Ik zei het toch. Dus daar spant nu deze beurt een lost swarm. Die niet wil spawnen. En dan... Oké, daar zijn ze. En dan hebben we dus volgende ronde nog dat er nog eentje komt omdat die truck ontplofte. Ik hoop dat we ze deze ronde allemaal gewoon veilig op de extraction point kunnen krijgen. Want... Holy shit. Oké, onze... Koen is onze meest achterste guy. En die kan er precies net op. Dus dat komt goed uit. We naaien eruit. Ik snap, die lost zijn makkelijke XP farms. Maar... co-leren. Dit moeten we zo snel mogelijk achter ons laten. Volgende lost missie neem ik echt andere mensen mee. Niet normaal. Oké, 4 erop. Nog 2 erbij. Marcel kan het halen. Oké, gelukkig. Niet normaal dit. En dan Mox nog. My god. Godzijdank is dit voorbij. Ik schenk een kop koffie en we gaan genieten van deze kutsen. Outrider to Avenger, where the hell's our exit? This is as low as I can get her! No! I do not intend to die this day. Ze haten elkaar niet meer. Ze vechten eindelijk zij aan zij. Prachtig! Alle sarcasme daar gelaten, dit is wel echt een vette kutsie. Sorry dat ik er doorheen praat. Time to return home, traitor. Plot twist. No. Nee. OMG. Wat ben ik blij dat voorbij is. Bij deze is de aflevering weer veel te lang geworden. Maar kijk wat we eraan over hebben gehouden. 4 mensen doodsmoe. Doodmoe, sorry. En promoties. We hebben een Reaper erbij. Mox krijgen we dus niet, want die is dus meegenomen door Void Demon. Sure. Oké, wat kunnen we met Elena? Dragunova. Remote start. Ze kan een random auto laten ontploffen. En shots deal plus 1 damage if the target has been wounded this turn. Nee, we gaan voor een remote start. Het kan heel fijn zijn om gewoon een... vooral tankstations. Gewoon tankstations op laten blazen als de vijand niet weet dat je er bent. Heerlijk. Akeo is een grenadier geworden. Oké. Gezien onze andere grenadier Wester een trauma aan het verwerken is. Is dit denk ik wel handig. Lennart is een ranger geworden. Dat zou ik dus precies andersom doen. Tenminste, die twee, ja, die klassen zijn leuk, maar dat zou ik dus andersom gedaan hebben. En ons aller Marcel, onze medic at the moment, van wie ik nog steeds liever een psyops maak,
Is onze medic dus gaat revival protocol krijgen. Dus wat Mox had met dat Daze, dat zou nu vanaf een afstand kunnen met de gremlin van Marcel. Mits hij in het gevecht is. En dan hebben we ons Allerkoen, die het fantastisch heeft gedaan. Hij is sniper geworden. En van hem had ik dan weer een specialist willen zien, want dan hadden we hem kunnen laten hacken. Dan had hij de hacker specialist kunnen worden. Misschien moeten we er een aantal een nieuwe klasse gaan geven als we die mogelijkheid hebben. Maar dit is het in ieder geval voor nu. Dit is een missie waar we verder geen fuck aan hebben gehad. Fantastisch. We krijgen wel die intel en die scientist die vorige aflevering al zo mooi beloofd werden. Oké, dat is iets. Onze supplies zijn low, maar dat is allemaal zooi die we de volgende aflevering wel gaan behandelen. En vergeet niet, we hebben ook nog steeds 4 nieuwe rookies die we in de game kunnen mikken. Ja, ik moet Peter er ook nog in gooien, want die hebben we niet gepoeld uit mijn character pool. Dus bij deze, Peter komt erbij en jij zou ook een van die rookies kunnen zijn. Of de engineer die nu als een malle aan het werk is. Of de scientist die nu als een malle aan het studeren is. Whatever, dat kan allemaal. Dat was het voor XCOM-dag. De 4e aflevering alweer. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ook al hebben we het vreselijk slecht gedaan. Ik beloof je, ik probeer het volgende aflevering harder. Tot die tijd. Doei. Tot ziens. Checkgamersnet.nl. Dit was het voor deze week. De ballen.